Onze gastspreker van vandaag is een mastercoach en een internationaal veelgevraagde uh, gastspreker die zijn lange ervaring in het bedrijfsleven combineert met zijn passie voor oude wijsheden. Om op deze manier organisaties en personen te helpen transformeren in succesvolle nieuwe leiders. U kunt uiteraard tijdens deze webinar ook vragen stellen. Die gaan we behandelen in het tweede gedeelte, waar we ook 25 boeken mogen weggeven. Aan wat u daarvoor moet doen, dat hoort u anders straks. Maar laten we beginnen. Mag ik uw aandacht voor Paul Smilde? Dankjewel, Raya. Dankjewel, Limburg en partners, voor dit fantastische evenement. Fijn dat ik hier mag spreken. En wat geweldig om hier te zijn. Ben jij klaar voor wijs nieuw leiderschap? Wil jij jouw bedrijf tot grote hoogte tillen? Wil jij een magneet worden voor jong talent? Dan is het belangrijk dat je een nieuw pad inslaat. Een pad wat ik gedefinieerd heb in mijn boek. It's not about you. Het draait niet om jou. Het boek dat afgelopen donderdag is gelanceerd en meteen al op vrijdag de bestseller status had op amazon.nl. En dat wil dus zeggen dat we een thema aanraken wat heel relevant is. Een thema wat erg relevant is voor eigenlijk alle issues waar we in bedrijven vandaag de dag mee worstelen. Laten we daar eens naar gaan kijken. Want het eerste thema, daar willen we jullie graag meteen bij betrekken. Mijn bedrijf is een magneet voor jong talent. Vul dat zo in in de poll, die verschijnt binnenkort op je scherm. En dan kun je, kun je dat invullen tussen 1 en 5. Waarbij 1 is helemaal oneens, 5 is helemaal eens. Dus je kunt zelf aangeven op deze schaal in hoeverre dit voor jou geldt. Mijn bedrijf is een magneet voor jong talent. Nou die millennials, dit zijn ze. Jonge mensen met heel veel energie, heel sterk in hun digitale vaardigheden. Ze zijn bijzonder goed op social media. Ze zijn fantastisch in het netwerken. Maar ze hebben wel één ding die echt afwijkt van de generaties ervoor. Ze zijn opgeleid en opgevoed op een hele horizontale manier. Hun ouders die hebben hun als gelijkwaardige partners, zou je kunnen zeggen, beschouwd. En ook zijn ze gewend om op school als zodanig behandeld te worden... En dan gaan ze naar het bedrijfsleven. Voor het allereerst, na hun geweldige studies, komen ze in het bedrijfsleven en dan vinden ze dit. Dan is er opeens een baas. Een baas die zegt, jij moet deze opdrachten uit gaan voeren. Een baas die hen vertelt dat zij van negen tot vijf gewoon op kantoor moeten zitten. En allerlei rapporten moeten uitwerken. Allerlei dingen moeten gaan doen die zo anders zijn dan de impact die ze durfden en wilden gaan maken in een bedrijf. Opeens zijn ze geworden tot een gewone werknemer zoals de generaties voor hen en dat is voor hun heel vaak een nachtmerrie. En wat zijn dan de gevolgen? De gevolgen zijn dat 57% van deze jongeren heel veel stress op het werk ervaart. En het is niet zo dat die generaties daarvoor geen stress op het werk ervaren. Dat deden zij ook. Maar zij accepteren het, het hoorde erbij. Voor deze jonge mensen is dit heel anders. Zij kunnen en willen dit niet accepteren. En wat je dus ook ziet, is dat een derde van hen al heel snel uh, tot een burn-out komt. En dat is dramatisch. Dat is zo'n waste of talent, als je dat in goed Nederlands zou willen zeggen. En dat kan echt anders. Als je dan kijkt in het algemeen naar de werknemers en je kijkt in je organisatie, dan zie je: en dat is een geweldig onderzoek wat gedaan is door Gallup, dat vijf uit zes werknemers wereldwijd, en in Nederland is dat zelfs 88 procent niet echt betrokken is bij het werk. Dat wil zeggen, ze komen naar het werk. Ze doen hun best wel, genoeg om hun brood te verdienen. Maar het is niet zo dat ze met een volle kick naar het werk komen en zeggen, yes, dit is wat ik mag doen, dit is wat ik wil doen. Het zijn diezelfde werknemers die precies om vijf in huis gaan en dan opeens in de avonduren bij de voetbalclub nog een heel toernooi in elkaar draaien, in het weekend een triatlon lopen en allerlei organisatorische evenementen. Op hun schouders nemen. Fantastisch talent, maar wat niet altijd gekanaliseerd wordt in jouw bedrijf. Nou, ik heb inmiddels ook de uitslag van de pol. En wat we daar zien is dat uh, ongeveer een derde is het oneens, een derde is het eens, en een derde is neutraal. Dus helemaal oneens, helemaal eens, die doen niet mee. Het zit een beetje in het midden. En dat wil dus zeggen dat we gemiddeld ook ongeveer. Op, uh, op neutraal uitkomen. En dat wilden dus ze nog eens een keer aangeven dat we nog veel meer kunnen doen met het jonge talent. Ik heb de Paradise Shaper methode ontwikkeld. En die Paradise Shaper methode die is gebaseerd op drie elementen. Aan de ene kant, en dat zie je hier aan de linkerkant, is dat de moderne wetenschap. Heel veel moderne wetenschap over hoe ons brein echt werkt, hoe ons lichaam echt werkt, maar ook moderne wetenschap. Over hoe wij met psychologie en massapsychologie omgaan. Aan de rechterkant zie je hier de oude wijsheden, de oude wijsheidstradities. Het is zo interessant als je meer dan 2000 jaar teruggaat en je gaat lezen, en al die bronnen die komen allemaal beschikbaar. En je gaat lezen en je gaat studeren en je gaat toepassen wat die oude wijsheden ons al vertelden. Dan krijg je toegang tot je intuïtie en toegang tot een bron van informatie. Waar wij normaal gesproken verstoken van zijn. En dat maakt de Paradise Shaper methode zo bijzonder. Ik heb die twee bronnen gecombineerd met mijn 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven, waarbij ik ook als innovator telkens weer nieuwe transformaties in bedrijven heb doorgevoerd, en steeds meer gevoed vanuit deze twee bronnen aan de buitenkant. Nou, die Paradise Shaper methode, dat is een drie-staps methode. En stap 1 is: master your high-tech body. Wat wil dat zeggen? Je hebt een lichaam en dat lichaam doet zoveel meer dan jou alleen maar vervoeren. Dat lichaam, dat is ook de poort tot jouw wijsheid. Dat is de poort tot ontzettend veel power en kennis en high-tech. Die in 3,5 miljard jaar van evolutie helemaal ontwikkeld is om jou te brengen tot waar jij nu bent. En als je dat weet te hanteren en daar toegang mee weet te krijgen, dan ga je heel anders in je leiderschap staan. Maar dat betekent wel dat je moet bewegen uit je hoofd en naar je lijf. Stap 2 is dan juist weer de beweging terug naar boven. Use your quantum mind. De quantumfysica vertelt ons zoveel over een energieveld dat ligt onder onze fysieke wereld. En dat klinkt allemaal als abacadabra, maar is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Op het moment dat je gaat inzien dat jou in jouw lichaam allemaal energie is, dan kan je die energie ook op een heel andere manier gaan gebruiken. Om te gaan visualiseren, om je te gaan verbinden met andere mensen, om te gaan zorgen dat je organisatie echt gaat stromen. Dan ga je gebruik maken van jouw zogenaamde prefrontale kwap die voor in je hoofd zit. En die heeft fantastische functies om te plannen, te visualiseren en te organiseren. En dat vertel ik in deze methode in stap 2 heel uitgebreid. Vandaag kunnen we daar niet verder op ingaan, maar dat is wel een kern van ons programma. Stap 3. Frame the game for your team to thrive. Dat is als je dan al die kennis en die transformatie met je meeneemt. En dan met je team op een heel andere manier aan de slag gaat. Je gaat het spel definiëren waarbinnen je team gaat opereren. En dat doe je op een andere manier dan wat je misschien gewend bent. Niet meer op die top-down manier. Maar het is ook niet vrijheid, blijheid. Je wil de regels gaan stellen. De ruimte gaan definiëren waarbinnen je team gaat opereren. En hoe je dat doet. Daar gaan we aan het eind van deze introductie nog wat verder naar kijken. Dit is die Paradise Shape methode in alle details. Het bestaat uit 15 stappen. Dat zijn dezelfde drie die ik net liet zien. Maar dan vijf substappen in elk van deze onderwerpen. En waar gaan we vandaag over praten? Over het allereerste. Wat gaat over de e-power, de e-kracht. En straks gaan we nog even kijken naar motivatie. Hoe jij je team Echt motiveert. En dat brengt ons meteen al naar de tweede vraag van de poll. Ik neem overdag bewust even afstand van mijn werk. In hoeverre geldt dat voor jou? Ga jij tijdens de dag af en toe even pauze nemen? Even naar binnen, even kijken of je weer in contact kan komen met je lijf? Of ben jij gewoon aan het doordraven omdat je zo ontzettend veel taken hebt en opdrachten hebt die jij moet vervullen? Dus vul het ook even weer in. Van 1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens. Dat lichaam van ons, daar zouden we eens even naar gaan kijken. Waar dus zo'n enorm energieveld onder zit. Sterker nog, die energie die kan jij voelen in je lijf. En gezonde mensen die weten ook dat tot op zeer hoge leeftijd te blijven activeren. Dus ik hoor wel eens dat mensen zeggen... ik heb eigenlijk te weinig tijd om overdag even pauze te nemen. Maar als je dit goed doet, dan kan je misschien wel 40 jaar langer leven. Dus hoezo heb jij daar geen tijd voor? Nou, dat lichaam bestaat... Uit niet één brein, maar drie breinen. We hebben drie bijzondere breinen in ons lijf. En dat is allereerst ons buikbrein. Er zitten 500 miljoen hersencellen, neuronen, in, jouw, in de wand van je darmen. In je buik. En je buik is tot ontzettend veel in staat. En misschien wil je, vind je het wel leuk om even in de chat te zetten welke associaties jij allemaal hebt bij dat buikbrein. Waar zou het allemaal voor dienen? En wat kan je er allemaal mee doen? En dan kunnen we daar straks nog even naar kijken. En dan schakel ik ondertussen door naar het tweede brein, dat is het hartbrein. Het hartbrein heeft ook neuronen. Er zitten 40.000 van die hersencellen in jouw hart. En die hart, dat hartbrein doet iets anders. Waar het buik ging over ik, gaat het hart over wij. Over echt verbinden, over echt connectie maken met andere mensen. En dat doe je niet door mooie powerpoints te laten zien en mooie verhalen. Dat doe je doordat je echt aan mensen laat zien dat je om ze geeft. En het laatste brein, het brein wat wij zo goed kennen, dat is ons hoofdbrein. Vaak zitten wij in die linker hersenhelft van ons hoofd en zijn we dus heel veel aan het denken en aan het beredeneren. Maar de grap is juist, als jij meer in je lijf komt, in die energie vanuit je buik en je hart naar boven weet te brengen, dan ga je, gaat je rechter hersenhelft open. En dan word je dus uitermate creatief Dan kan je je enorm gaan verbinden. Nou, we hebben ook de uitslag van de pol inmiddels. Ik neem overdag bewust even afstand van mijn werk. 37% is het daarmee eens, dus iets meer dan een derde. Oneens is uh, 25%. Helemaal eens is 13%. Dus als we de totale club van eens en helemaal eens optellen is het 50%. En uh, het neutrale is, uh, is 12%, dus we zitten op een 37-38% van mensen die het hier niet mee eens zijn. Dus een lichte neiging dat mensen hier wel tijd voor nemen, maar ik zie hier toch nog wel heel veel potentieel om dan nog veel meer te gaan doen. Laten we er niet alleen over praten, laten we het ook even ervaren. Mag ik jou uitnodigen om even je ogen dicht te doen? Niemand kan jou zien, je bent helemaal bij jezelf, dus neem gerust even die tijd. Doe je ogen even dicht, ga even diep ademen door je buik. En concentreer je eens op één geluid. Een geluid in jouw omgeving. Een geluid dat jij vlak bij jou hoort. En switch nog eens even naar een ander geluid. Probeer eens of je je eigen ademhaling kunt horen. En trek dan eens denkbeeldige lijntjes. Denkbeeldige lijntjes van de hoeken van je mond naar je oren. Een soort innerlijke glimlach. Dan trek die lijntjes nog eens even door. Tot de bovenkant van je oren. Alsof je oren puntoortjes hebben. Als je hier echt even je aandacht op legt. dan merk je dat je beter gaat horen. En dan heb je je stilte. je hoofdbrein echt geactiveerd. De creativiteit die daar huist. die kan alleen ontstaan. als jij stil wordt. Neem die energie nou mee naar beneden. Focus je aandacht naar je hart. Probeer echt even te voelen in je hart. Neem iemand in gedachten van wie jij heel veel houdt. En probeer eens echt die connectie te maken met die persoon. Echt even te voelen en dankbaar te zijn voor wat deze persoon voor jou doet. Het hart is vaak als een bloem die open gaat op het moment dat we er aandacht aan geven. En neem nu die stilte en die liefde uit je hart mee naar beneden. Terwijl je naar je buik gaat en probeer even heel diep adem te halen. Ademhalen door je buik. Concentreer je op het gebied rond je navel. Bij de inademing gaat je buik helemaal naar voren. Bij de uitademing weer helemaal terug. Je maakt een connectie met je vitaliteit, met de bron van jouw energie. En meestal ademen we door onze borst. Maar onze natuurlijke ademhaling is de buik. En als je nou die drie bij elkaar kan brengen en kan concentreren op één punt, dan heb je je I-kracht geactiveerd. Je I-kracht is een hele lichte vorm van trans. En dat klinkt heel vreemd, maar dat is superkrachtig. Want nu ga je juist niet op wilskracht, maar ga je vanuit ontspanning, vanuit die bron bij jezelf, opereren. Neem nog een flinke ademhaling, adem nog eens diep in, voel al die zuurstof door je lijf gaan. Die neemt alle vuiligheid wat in elke cel van je lijf zit mee. Adem nog eens diep uit. En dan mag je heel langzaam, als jij daar aan toe bent, je ogen weer open doen. En dan ben je weer terug in dit webinar. Je hebt nu even kunnen ervaren wat het is om je i-kracht te activeren, om je leiderschap vanuit je lijf en vanuit je quantum mind te organiseren. Dat hebben we nu afgekaart, wat aan de linkerkant staat. We gaan nu even doorschakelen naar de rechterkant, naar hoe jij met je team aan de slag gaat en hoe jij je team echt kunt motiveren. En motivatie is eigenlijk iets heel bijzonders, want je kunt mensen helemaal niet motiveren. Dat proberen heel veel leiders, die komen met hele mooie verhalen... en allerlei manieren om mensen te proberen te stimuleren. Dat is helemaal niet nodig. Mensen zijn al gemotiveerd voor het werk dat zij doen. Want daar hebben zij voor gekozen. Maar wat mensen niet willen, is dat ze van het werk worden afgehouden. En dus is mijn vraag hier in de pol, voor de laatste vraag in de pol... ik weet wat mijn collega's drijft in hun werk. Weer op een schaal van 1 tot 5... Helemaal oneens is één, helemaal eens is vijf. Ik weet wat mijn collega's drijft in hun werk. Vul dat in als de pols overschijnt. Nou, motivatie, en dat is zo interessant, want ook de theorie uit de organisatiepsychologie... die de laatste jaren ontzettend in opkomst is, dat is de self-determination theory. En die gaat erover dat mensen zelfbeschikking willen hebben. En dat is zo simpel als A, B, C. En de A die staat voor autonomie. Mensen willen zelf bepalen hoe ze hun werk inrichten. En dat staat dus haaks op die bestaande organisatiestructuur en cultuur die we zo vaak aantreffen. Mensen willen zelf kunnen beslissen. En de grap is, dat doe je dus met je buik. Dus je bent eigenlijk je collectieve buikintelligentie in je organisatie aan het activeren op het moment dat jij autonomie ruimte geeft. De B, dat is de B van, van een band creëren. Een echte band creëren met je medewerkers. Dat is wat mensen willen voelen. Ze willen het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan, dat ze samen dingen kunnen doen, dat ze een echte verbinding kunnen maken. Maar dat doen ze pas als eerst hun autonomie goed is ingevuld. En dat is natuurlijk je hartintelligentie. Dus de grap is dat je hiermee ook je collectieve hartintelligentie stimuleert. En de C die staat voor competentie. Mensen willen ergens goed in zijn en ze willen dat. Ook samen met anderen kunnen uitvoeren. En dat zie je bijvoorbeeld bij die roeiers hier. Dat het heel strak is georganiseerd hoe zij samen tot topprestaties komen. A, B, C. Dat is de basis van ruimte geven. Zo word jij een magneet voor jong talent. als je dat in je organisatie weet te implementeren. En we hebben inmiddels de uitslag van de pol. Ik weet wat mijn collega's drijft in hun werk. Daarbij zegt 48 procent, daar ben ik het mee eens. En 3% zelfs helemaal mee eens. Dus hier zien we weer dat 50% dat ongeveer weet. Maar je ziet ook vervolgens dat een derde, 33%, zegt: Nou, neutraal. Dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik weet wel iets, maar ik weet lang niet alles. Um, en nog eens een keer 15% zit er oneens of helemaal oneens. Dus ook hier, als je echt geïnteresseerd bent in je mensen en echt samen met hen dingen wil doen, is het zo belangrijk om te begrijpen wat hun echt drijft in het werk en wat ze, ze echt zelf kunnen doen. Nou wat wordt nou jouw rol als leider? Wat wordt jouw rol als jij dat ABC-tje wil gaan implementeren? Hebben we überhaupt nog leiders nodig? Kunnen mensen dat niet allemaal zelf organiseren? Mijn ervaring is dat dat niet gaat. Zelfsturende teams zonder begeleiding werkt eenvoudigweg niet. En waarom is dat? Omdat mensen toch structuur willen hebben. Mensen willen toch weten wat hen te doen staat. En jouw rol als leider wordt het dus om die structuur te geven, om dat te gaan Organiseren om dat proces vorm te geven. En hoe je dat doet, ja, dat is dus doordat je met je mensen gaat uh, zitten en samen met hen gaat werken. Wat zijn eigenlijk de afspraken die we hier met elkaar willen maken? Wat is het diepe verlangen wat wij hebben als organisatie? Hoe gaan we dat vormgeven? Wat zijn de mensen die wij daarvoor nodig hebben? Welke afspraken gaan wij met elkaar maken over hoe wij elkaar scherp houden? En mogen wij elkaar er ook op aanspreken? Mogen wij echt... Elkaar moeilijke vragen stellen en ook elkaar corrigeren en ook elkaar coachen om je te verbeteren en om je te laten groeien. Dat zijn allemaal manieren en methodes als ik met bedrijven werk, waar ik in een aantal sessies met bedrijven aan werk om te zorgen dat zij gaan leren hoe zij dat leiderschap vorm gaan geven. En als je dat gaat doen, dan gaat jouw bedrijf in een heel ander vaarwater komen. Dan gaan al die millennials opeens met geweldige ideeën komen. Dan gaan ze dat delen. En dan gaan ze dat organiseren. En daar kan je vandaag al mee beginnen. Ga naar paradyshaper.com en download gratis de feedbackfontein. Dat is een heel krachtig tool. Als jij als leider jezelf ook ter discussie durft te stellen en dus open wil staan voor feedback, dan heb je een heel mooi proces hier in handen om de eerste stappen te zetten en die discussie van de bodem op te gaan organiseren. En dat is allemaal beschreven ook in mijn boek. It's not about you. Dus die sluit daar heel erg mooi op aan. Als jij daar nog meer mee wil gaan doen, dan kan je op mijn website ook nog vinden hoe jij met onze coachpakketten kunt werken. We hebben een entry circle uh, gebouwd. Dat zijn fantastische online tools waarmee jij op dezelfde manier door die hele Paradise Saper methode kunt gaan werken. En dat doe je dan in 15 weken. Wil jij daaraan gaan werken met een coach en nog veel dieper in jouw leiderschap? En specifiek gaan werken aan de uitdagingen in jouw specifieke situatie. Dan is die Advanced Circle voor jou erg interessant. En de Elite Circle is voor die leiders die echt de volledige transformatie willen doormaken. Die dus meesterschap willen krijgen over hun lijf. Die met een quantum mind willen werken. En die met hun team een complete nieuwe setup willen creëren. Zodat zij resultaten boeken die ze nu nog voor onmogelijk houden. En dat is dus samenwerken met mij direct in die. Elite Circle. Nou, ik heb je laten zien wat de drie stapsmethode is voor de Paradise Shaper methode tot wijs nieuw leiderschap. Ik heb je een tool gegeven waarmee jij heel snel naar binnen kunt keren en voor jezelf die kracht kan vinden en die intuïtie en dat kun je op elk moment in de dag gaan activeren. En ik heb je iets verteld over hoe jij met je team kunt gaan werken en naar buiten kunt gaan trainen en heel anders met je team um, de toekomst kunt gaan vormgeven. Ontdek het geheim van wijs nieuw leiderschap en dan word ook jij een Paradise Shaper. Dankjewel.